Maar ze zijn alleen maar bezig geweest met zand volgens mij in mijn vakantie. De rest is nog hetzelfde. Kijk, die niet eens weg. Toch wel, hè? Alternatief. Toch wel blikken. Hebben we de zin in? Doe maar even, Jeff. Prachtige polo. Zijn dat de Batty Boys? Hallo? Hallo? Zijn dat de Batty Boys? Yo, waar zijn wij? Wie zijn het? Doe nou maar open, hè? Ik kan toch zien wie de camera's lulloos. Hey iedereen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is tijd om te gaan nagenieten. Mannen! What's up, bro? What's up, bro? Ik dacht dat jullie met meer waren, man. Ja, dat is ook nog. Maar die komen er nu aan. Nou, we zijn gisteren allemaal teruggekomen van vakantie. En we gaan alle vakantievlogs even met z'n allen terugkijken. Even chappen hier zo. Wordt helemaal goud. Dus we gaan even het hoekje ready maken. TV aan knallen. En dan gaan we even gewoon alle vlogs terugkijken. Ik denk dat het... Hoeveel uur aan materiaal zal het zijn? 3,5 uur? Misschien wel 4? Dus we gaan even er goed voor zitten. En iedereen heeft nog... Nou, wacht even hoor. Ik moet ook nog wakker worden. Ik ben net wakker. En het is mijn eerste goede nacht slaap in de week. Omdat we natuurlijk die zuipvakantie hadden. Als het goed is, heeft niemand nog de vlog teruggekeken. Maar ik weet dat er volgens mij een paar zijn die alleen de eerste vlog hadden gekeken of zo. Maar zo goed als niks hebben ze gezien. Dus het wordt helemaal nagenieten. Ik heb natuurlijk alles gezien, meerdere keren, omdat ik het moest editen. Maar ik heb er zin in, man. Ik ben benieuwd hoe iedereen gaat reageren. Okay. Ik denk dat het constant in de deuk liggen. Ah, wat wil je zeggen? Ik heb al een paar stukjes al gezien thuis, weet je wel. Maar niet alles. Niet de hele vlog, maar wel stukjes. Doorspoelen. Jij hebt nog niet gekeken, toch? Ik heb helemaal niks, man. Dat is toch weer eigenlijk door helemaal stuk gaan. Ja, ik hoor ook af en toe wel gisteravond hoor je ook weer dingen. Dan denk ik van dus, staat dat erin? Ja, er staan wel heftige dingen in ook. Maar ja, daarvoor hebben we vakantie toch allemaal ter herinnering. Maar die boys! Hebben we weer zin in! Lekker, man. Hoe is het? Lekker, man. Ja. Turner. Volgemaat. Volgemaat. Zo. We gaan er even voor zitten, hoor. We moeten nog wel even een kratje halen. Ik ben met de auto. Hè? Ik ben met de auto. Oh, je gaat niet drinken? Ja, 2 biertjes. Is dat een man? Is dat een man die niet in stoppen is? Kan me aan, we staan, bro. Goed volk. Goed volk. Oh, schaaf, hè? Ja, gaat lekker. Wil je een biertje? Ja, op zich. Staan ze koud, toch? Ja. Ja. In de koelkast staan ze. Kijk, prio's, hè. Eerst pils pakken en dan pas de boys hoi zeggen. Alleen wel even rustig aan, hoor. Dus. Ik ga nu altijd. Oké, laat jij ze schrikken. Ik ga het proberen. Ja, is goed. Mannie! Yeah, money. Oh, hoe lacht hij daar? Ja, dat is wel maat als goed. Oh, ja, lekker. Kom in. Veel staat er koud. Lekker, man. Ja. Ja, ik kom er ook nog zijn, man. Niet slikker! Ze heeft geluk dat je achterliep, man. En missen we alleen Bobby nog, of niet? Want Koen komt zo. Ja, Bobby moet werken. Oh, en Jeffrey. Ja, maar Jeff komt ook. Hoe laat komt er dus dan? Ja, binnen een half uurtje denk ik. Ik bel Jeff wel even, maar Koen kwam er al aan. Ze kunnen lekker gaan kijken. Gast nog even wil spelen, ik nog even editen. Hé, hey, wie loopt zo even mee naar de supermarkt? Even bier halen en munchies en zo. Ja, ik wil ook broodje. Broodje, ja, bij de slager. Spetsels. Kijk hoe ver trouwens ik zijn gekomen met mijn tuin, jongen. Is er allemaal uit. Al mijn hekken, overal is opgehoogd met zand. Het was gewoon 30 centimeter lager dan de grond van de gemeente. Het is vorig jaar vernieuwd. Dit besef dat het gewoon in 30 jaar is, het gewoon 30 centimeter gezakt, gewoon 10 centimeter per decennia. Kijk, dit is nog iets lager, omdat ze hier nog het zwembad moeten fixen. Maar ze zijn alleen maar bezig geweest met zand volgens mij in mijn vakantie. De rest is nog hetzelfde. Hier, als ik hier zo kijk, zie ik niks dat veranderd is. Nee, ze zijn alleen maar zand aan het omhoog geweest en riolering en dat soort dingen. En dit was gestraat, hebben ze dit eruit gehaald. En dan hier zo warm-koud kraan voor in de gym en de riolering voor de wc. Dus ik heb officieel mijn eigen bruggetje, jongens. Wauw. Zo, mannen. Ander vers vlees dan wel op vakantie. Zo, dan heb ik dit vlees al. Of ik worstlust, hè. Zo, hebben ze nou een worstje erin gedouwd? Dat is precies het. Gaan nu even pils halen, even chips halen en zo. Dan gaan we even een paar uur gewoon ervoor zitten. Hertog is weer op, jongens. Wat doen we? Nee, niet. Naar huis. Naar huis. Zullen we naar de voetbal gaan? Ja, dan moeten we helemaal lopen. Ja. Dit is oprecht echt een stuk minder lekker. Dat is wel waar. Maar dan kunnen we toch gewoon... Loop heen en weer dan. Amstel is ook niet in. Ja, of we nemen allemaal blikken mee, maar dat is weer gaan kut. Loop even heen en weer. Wij halen dit natuurlijk weer. Halen jullie pils dan bij de Vomar? Ja. En dan halen wij hier het eten wel. Dat is goed. Jij wil dat zo? Hé, Mat, jij bent nog zwaarst van iedereen, hè? Broodje zo, Klauw. Ja.
Ik krijg dit niet eens weg. Ik moet zeggen, ik ben ook heel vaag, alsof ik droom, man. Ja. Terwijl ik heb vandaag wel redelijk geslapen, maar ik denk, als ik kijk, dan is het... Nee, ik heb ook echt niet geslapen, man. Nee? Nee, echt. Zo van ellende gewoon. Ja, ik lag in mijn bed en ik kon gewoon niet slapen, en dacht ik maar, ja, ik ga mijn filmpjes kijken. Mag je 6 uur 's ochtends, hè? Helemaal. 6 uur 's ochtends? Ben je toen pas gaan pitten? Jezus ouwe, hoe ken je dat? Wij hebben letterlijk doorgehaald. Ja. Hoe ken je dat nou? Ja, ik heb wel nog 7 uur in de middag toen geslapen. Oh ja, dat is waar. Ja, ik niet. Ja, ik was oud hoor. Toch wel, hè? Alternatief. Toch wel blikken. Dat is ook lekker makkelijk schoonhouden. Nog korting op ook. Oh echt? Nou, volladen. Ja, we pakken ze allemaal. Ja, ja. Kom, neem die car mee. We gaan de hele car volladen. Zo. Big Tower. We hebben zin in. Hadden we niet afgesproken om na de vakantie iets normaler te doen dan? Ja. Beetje maar dit hoort nog bij de vakantie natuurlijk. We pakken hem even door. Je hebt veel goede chips jongen, maar deze shit. We nemen gewoon alles mee, wat de gasten lekker vinden. Even kijken, deze zijn ook zo lekker jongen, die peertjes. Hier, ik neem ook al nootjes mee, ja. Hier, party pack. Daar doen we het voor. Deze's, ook lekker. Lekker, lekker. Nou, het enige weet ik zeker dat Mattie ze niet gaat eten, die snacks. Het kerstbroodje staat hier met zijn broodje. Ik wil een pilsje wel. Nou, wees verstandig en neem geen pilsje. Of ga je vuur met vuur? Van Red Bootje, misschien gaat het wel weer goed. En dan gaat het waarschijnlijk. En dan wel. Ja, als jij niet gaat zuipen, ga jij terug rijden. Ja, zonder rijbewijs. Ja, geen rijbewijs. Zo, we zijn helemaal ready voor hoor. Ik kan me alleen niet heugen dat we in Afrika waren, maar... Hippo sowieso niet gast. Ja, we hebben het over wie de alfaatjes zijn. Ja. Oké, nou, klik maar aan. Die is al lang. Nummer 1. Hebben we er zin in? Ik durf niet te kijken. Ja, wie heeft wel wat gekeken al? Ik heb de eerste twee gekeken. Eerste twee. Voor de rest heb niemand nog gekeken dan. Ja, Davy stukjes. Lekker man. Put the place up. Gefeliciteerd Jeff. Dankjewel. Nieuw waggie voor Jeff. Prachtige polo. Show it. Je mag erin roken toch? Mag erin roken. Ga jij erin roken? Alles Tim, doe je benen er eens in? Ik pas niet van. Jongens, wat zeggen jullie dan? Het lopen pas je niet in hoor. Er zitten allemaal vrouwenhaar ook nog. Ja, dat is van de vorige eigenaar natuurlijk. Alsnog pas je niet echt. De stoel dit helemaal naar achter. Nu is de stoel. Ja, die ken we wel. Pas. Ja, ken dat? Kan je nog achterin zitten nu? Dat denk ik niet. Nee. Maar Jeff, wat ga je er allemaal nog mee doen? Ja, ik wou focus zwak maken, maar Ries zegt van niet, ik moet even kijken. Als Ries zegt van niet... Nee, ik zeg het hoeft niet. Nee, Ries wil zijn wet, hè. Wat wil je doen? Ja, ramen zwak maken? Velgen, man. Velgen. De ramen zijn nog getint. Achter dan. Nou, velgen hoeft toch niet? Ik weet niet. Misschien omdat het niet hele grote wielen zijn, doet zwart dan een beetje af. Ja. Hij is wel mooi zo, man. Moet alleen op zo'n boerenvlaggetje, man. Een beetje sporten. En anders niks. Zo is het. Sport de locals, Jeff. Sport de locals. Wat? Het vlaggetje voor de boeren. Ja, dag. Nee, ga ik zo ook doen. Hij staat er één achter. Je hebt pas op, hè. Ik ga het vlak nemen. Echt gaaf. Zijn eerste auto, dit. Is gewoon knijter dik. Kijk, echt een mooie polo, man. Schermpje erin, bluetooth erin. Allemaal elektrische ramen. Fantastisch bakken, joh. Moet vaak naar de kazerne bij Defensie verrijden. Dus een helemaal super! Heel goed, Jeff! Heb je dit al gezien of niet? Ja, man. Dat heb ik gedaan net. Was boos. Nee, echt? Nee, ik niet. Mijn vriendin had het gedaan. Ah, ja, het is geen nieuwe auto, hè, maar dat hou ik toch. Maar ik vind hem wel leuk. Het is leuk, man. Is dat
zijn shirt was zo nat zo. Nou, we hebben de vlogs gekeken. Het was helemaal goud. Sommigen zijn gelijk naar huis gegaan. Sommigen gaan dan weer naar een festival. Maar we hebben echt wel gelachen hoor. Ja, Bol, jij gaat gewoon mee. Ja, ik weet niet of ik meega. Kom op, ga wel mee. Maar we zijn gisteren nog niet doorgehaald. We zien wel hoe de dag loopt. Ik trek het wel, maar we gaan morgen voor Guus verjaardag natuurlijk wel die gasten op pad. Ja, maar wij moeten toch ook tussen de twee. Ja, alleen ik moet nog editen en filmen. Dat is het enige verschil. Ja, als je wel gaat, heb je wel content. Je hebt wel content als je vanavond gaat. Ja, jullie hebben Guus verjaardag morgen. Ja, we gaan vroeg op. Hey. We kijken wel. Ook lekker eten bestellen. Oh. Maat, ruik hoe. Dit is echt niet goed. Dat ruikt wel goed. Vind je niet dat het stinkt? Alsof het soort niet goed is? Nee, man. Toch ook. Oh, dank het is verrotti. Oh, jij zat helemaal mee te lullen. Jij denkt, wat is dit nou? Tuurlijk ruikt het goed. Hartstikke lekker gewoon. Laat met rust. Alsjeblieft. Luc, melden. Hier, bek open. Hoppa. Lekker. Ja, we pakken het gelijk weer op hè, naar de vakantie, want ze moeten wel fit blijven. En anders niks. Hoppa. Wat een training, Luc. Lekker eiwitshakeje erbij. Het zijn broodnodige stoffen, zijn dit. Je ziet het eiwit erop schuimen. Of het schuimen. Ja, je weet wat ik bedoel. Hij smaakt wel verdomme. Doe dit thuis zo. Niet na, kids. We hebben, tenzij je 18 plus bent. Nee, zo niet goed voor je. Nee, dat sowieso niet, maar dat weet iedereen wel. We hebben lekkere training gehad, jongen. We hebben chest gedaan, we hebben schouders gedaan, we hebben triceps gedaan. En biceps, triceps, biceps. Ik weet het eigenlijk ook niet meer. Het was één ding weet ik zeker te voelen, maar ik ben helemaal aan het trillen. Ik zag gewoon stijf. Oh, ik zie het niet eens. Krimpt hè, van de anabolen. Oh. Dan gaan we morgen weer even met anabolen, of niet? Ja, ja, is goed, ik heb wel zin in. En dan ben ik weer in mijn werkkamertje. De mannen zijn allemaal naar huis. Eigenlijk de enige die er niet bij was, was Bobby. Helaas, was niet anders. Hij kon niet, hij moest werken met zijn ouders. Dus dat was treurig. Ik vond het sowieso wel knap dat we van de 11 man met wie op vakantie waren, dat we er 10 bij elkaar konden krijgen zo snel. We hebben echt even lekker nagenoten. Morgen zijn we nog één dagje met de mannen. En dan zijn de normale vlogs weer helemaal terug. Althans, dit zijn ook natuurlijk normale vlogs. Maar ik ben gewoon lekker heel hecht met mijn vrienden geweest de afgelopen, laten we zeggen, 10 dagen of zo. Fantastisch. Morgen gaan we voetvolleien. En wordt Okke heel flink in de zijk genomen. Dus wees er morgen bij om 5 uur. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. Dat is toch de volgende video. Later toppers. Wat hebben we wel weer nodig na zo'n week? En anders niks. En anders niks.